De groene economie is volgens onze mythe omdat het denkt dat het people, planet en profit kan verzoenen. Met andere woorden, dat je sociale en ecologische doelstellingen kan nastreven en tegelijkertijd ook nog eens winst mee kan maken. Terwijl je in de praktijk ziet dat die profit, dat die winst centraal blijft te staan. Misschien een klein beetje planet gered wordt, maar ten koste van de people. Nu, volgens mij is groene groei een contradictie in termini, omdat groei eigenlijk altijd gepaard gaat met een grotere onttrekking van grondstoffen aan de natuur, een grotere onttrekking van energie en een grotere teruggave van afvalstoffen. En op dit moment belasten we de aarde eigenlijk al sterker dan dat die kan dragen. Verdere groei gaat die belasting alleen maar groter maken. Dus als je ziet dat zelfs een heel bescheiden economische groei van pakweg 3% per jaar, zoals die op dit moment bijvoorbeeld door de Lissabon-doelstelling voor Europa naar voren wordt geschoven, iets wat we op dit moment niet halen in Europa, maar wereldwijd zelf wel nog steeds, dan zie je eigenlijk dat de economie in 25 jaar verdubbelt, dat die 16 keer zo groot wordt in één eeuw, 250 keer zo groot in twee eeuwen en 4000 keer zo groot in drie eeuwen. Dat is iets dat misschien economisch perfect rationeel kan zijn, maar ecologisch is het compleet absurd. Nu al belasten we de aarde eigenlijk sterker dan dat die kan dragen. Wat gaat dat zijn als de economie dubbel zo groot is, driedubbel zo groot, laat staan 4000 keer zo groot? Wat is je conclusie? Nu, onze conclusie is dat de groene economie, het project van de groene economie, dat een mythe is. Dat is een verhaal dat heel wat dingen belooft, dat mensen verlokt, maar dat uiteindelijk op een aantal ficties gebaseerd is. Alsof dat je inderdaad groen kunt zijn en tegelijkertijd ongebreidelde groei kunt nastreven. Alsof je met marktmechanismen sociale doelstellingen kunt realiseren. Alsof je altijd win-win situaties kunt creëren. Alsof je met initiatieven zoals emissiehandel ontwikkeling in het zuiden kunt creëren. Nu, het is wel belangrijk om te zien, als ik het heb over de groene economie, dat we het over een heel specifiek beleidsproject hebben, zoals dat vandaag eigenlijk vooral door een aantal internationale spelers naar voren wordt geschoven. Ik denk daarbij onder andere aan de Wereldbank, de Europese Commissie, een aantal coalities van beleggers en ondernemers, de OESO. En waar het misschien wel een beetje gaat over het vergroenen van de economie, maar toch vooral volgens ons over het economiseren van het groene gedachtegoed. En juist daar schuilt volgens ons het probleem. Wat kan een consument hiermee? Nu, ik zou zelf liever de vraag stellen, wat kan de burger daarmee? Omdat ik denk dat dat net een van de problemen is, zowel van de huidige economie als van de groene economie, dat het eigenlijk iedereen reduceert tot marktactoren, tot producenten en consumenten. En dat, terwijl ik denk dat we toch veel meer zijn dan dat, dat als we iets gaan willen doen tegen de ecologische crisis, dat we terug burgers moeten worden. En als je dan de vraag zou stellen, wat kan de burger ermee? Dan zou ik zeggen, aan de alarmbel trekken, fossiele brandstoffen moeten blijven waar dat ze zitten. Onder de grond, we moeten de winst- en groeilogica tegengaan en we moeten bewust inzetten op de transitie naar een duurzame economie, los van de vraag of er winst mee kan worden gemaakt. Mensen als Al Gore zullen het niet met je eens zijn. Nee, dat klopt. Al Gore is uiteraard een van de meest bekende voorstanders van de groene economie. Hij is ook een van de grootste voorstanders van bijvoorbeeld het emissiehandelssysteem. Toen op een bepaald moment in het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten het emissiehandelssysteem gestemd werd, werd hem zelfs de vraag gesteld. De wetgeving die we hier vandaag aan het stemmen zijn, is dat iets waar je persoonlijk voordeel uit zou halen? En Al Gore antwoordde daarop, ik geloof dat de groene economie goed is voor onze economie en goed is voor ons allemaal. En ja, ik heb erin geïnvesteerd. Dus hij is ook een van de mensen die de eerste koolstofmiljonairs worden genoemd, omdat hij wel heel mooi zijn boterham verdient met die groene economie. Bijvoorbeeld in 2004 richtte hij de investeringsfirma Generation Investment Management op. Dat is ondertussen een van de grootste aandeelhouders van Camco. En Camco is een van de firma's met een van de grootste portefeuilles ter wereld in emissierechten, maar ook in afgeleide producten en een grote pleitbezorger van het toelaten van meer gestructureerde producten in het emissiehandelssysteem. Nu, wat zijn gestructureerde producten? Dat is eigenlijk een term die wij allemaal kennen sinds de financiële crisis. Dat is het herverpakken van verschillende soorten emissiekredieten in één nieuw financieel product dat je dan vervolgens gaat doorverkopen. Dus eigenlijk is het toch wel bijna een beetje hallucinant te noemen dat de mechanismen die het enkele jaar geleden tot de financiële crisis hebben geleid, dat we die vandaag gaan toepassen om het klimaat zogenaamd te redden.